Uit onze ongevallencijfers zien we dat de fiets steeds meer vertegenwoordigd is. En wij dachten, daar willen wij iets aan doen. Vanuit het strategisch plan verkeersveiligheid zijn trendbrekermaatregelen gepresenteerd die laten zien hoe. Maar voor ons is de vraag waar te beginnen. Wat nu als we al deze data gericht gaan inzetten om ongevallen te voorkomen? Samen met collega's van beleid, data en uitvoering zijn we tot een aanpak gekomen. We leggen de ongevallen of ambulancedata van Veiligheid.nl naast risicokenmerken van fietspaden. Denk daarbij aan de breedte of de intensiteit van het fietspad. Vervolgens komen daar eigenlijk de gevaarlijkste fietspaden uitrollen. Deze leggen we naast het onderhoudsprogramma van de gemeente. En zo komen we proactief tot een aantal plekken die we het snelst willen aanpakken. En daarmee willen wij de gemeentes uitdagen. Stel, een van deze gevaarlijke fietspaden gaat binnenkort naar groot onderhoud. Probeer dan zoveel mogelijk extra's toe te voegen en zoveel mogelijk van die bewezen verkeersveiligheidsmaatregelen binnen de scope van dat project mee te nemen. Zo kun je toch redelijk kostenefficiënt zoveel mogelijk verkeersveiligheidsmaatregelen treffen. Stel dat gevaarlijke fietspad gaat binnenkort niet naar groot onderhoud toe, dan zijn er toch op de korte termijn maatregelen die je kunt treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk je bijvoorbeeld aan het verwijderen van onnodige fietspaaltjes. Of dit voorbeeld in Monnikendam, waarin er kanmerking is aangebracht om botsingen in de berm te voorkomen. Om voor 2030 een trendbreuk te bereiken in het aantal verkeersslachtoffers is meer nodig. We kunnen nu kostenefficiënt en effectief onze infrastructuur veiliger maken. Dat doen we datagedreven en gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Dit is voor iedereen toegankelijk en daarom kan iedereen ons programma toepassen. Elke gemeente, elke wegbeheerder. Ik ben Thomas Spreker. En ik ben Rob Smit. Stem op ons.